En we zijn live. We zijn er weer. We zijn er weer. Dat is lang geleden, veel gebeurd ook. Zo. Het is niet bij te houden. Het is niet bij te houden. Het is niet bij te houden. Nee, ik zat te denken, we hebben het Capitool. Oh, wacht, ik ga even onze windowtjes anders doen. Ja. Kijk, het ziet er wat luxer uit. Ja. Ik zat te denken, we hadden het Capitool gedoe, hadden we in 6 januari. Toen kregen we het Museumplein. Toen kregen we Museumplein Revisited. Met Urk en Eindhoven en Den Haag erbij. En nu hebben we het hele gedoe met, wat ik dus niet kan uitleggen, maar dat hele gedoe met die game, het is het ook weer, GameSpot. Oh, dus jij kan me daar ook niet bij helpen hoe dat precies in elkaar zit? Nee, dat heb ik even gemist nog. Oké. Okay. In Reddit heb je subreddits. En er zaten ongeveer een paar miljoen mensen zaten erin. En die dachten van, we gaan de boel eens even lekker trollen. Dat Wall Street en de aandelenbeurs en zo. Oh. Dus je hebt, ik heb die film wel gezien, The Big Short. Maar het gaat over shorts. Dus dat zijn dan van die hedge funds die ze hebben het over borrowing steeds. We gaan aandelen lenen tegen een bepaalde prijs. En dan gaan we erop gokken dat bedrijf minder waard wordt binnen zoveel tijd, binnen een week of zo. En dan kunnen ze dus geld verdienen met bedrijven die eigenlijk naar de knoppen gaan. Daar verdienen ze geld aan. Dus je kan speculeren van, oké, een aandeel wordt hoger, dus daar gaan we flink op inzetten, maar dat kan ook andersom. Daarom is het één grote casino altijd. Oké, maar hebben ze dus baat bij dat een bedrijf naar de knoppen gaat, begrijp ik? Ja, en dat is allemaal legaal. Ja. Dat doen al die gasten, doen dat. Maar die Reddit-groep, die dacht van, we gaan daar even in stoken. Dus we gaan uitzoeken. En blijkbaar is dat ook publiek. Dat kun je gewoon opzoeken, wat de shorts zijn. Dus waar die shorts in zitten, in welke bedrijven die zitten. Ja. Onder andere in BlackBerry en GameSpot. En dat is allemaal van die bedrijven die eigenlijk hun beste tijd gehad hebben. Daar zaten die shorts in. Dus die hedge funds, voor zover ik het begrijp, hè, want ik ben helemaal niet... Maar die hedge funds die speculeren erop, maar die hebben natuurlijk ook allemaal vriendjes bij de media. Ja. Dus die zetten die in die week om te vertellen, ja, het gaat niet zo goed met de blokker, hè? En ik zou die aandelen maar wegdoen. Ja. En dan zakt dat aandeel en daar verdienen ze geld aan. Dus wat hebben ze nou gedaan? Die hele groep, die miljoenen, die hebben allemaal belegd in die GameSpot, wat volgens mij een soort gamewinkeltje in Amerika is. Het is een soort Blockbuster, maar dan voor de games. En je hebt BlackBerry, je hebt AMC bioscopen, waar natuurlijk ook niemand meer heen gaat tegenwoordig. Mm. Dus dat zakt allemaal in. Maar die zijn daar expres heel veel aandelen van aan het kopen. Waardoor de prijs stijgt. En dat stijgt tot idiote hoogtes. Wat betekent dat al die hedge funds die daarin hebben zitten, die shorts hebben aangevraagd, die gaan enorme verliezen leiden. Dat zit in de billions, in de miljarden is dat, hè? Dat is dan een ingreep dan, als ik het zo hoor. Ja, ontzettend. Dus iedereen staat in Amerika op zijn kop. Soms dit kan toch niet? Hè, de gewone man die zomaar aandelen koopt, dat kan toch niet? Dat moet toch verboden worden? Maar wel een interessante manier, dat je eigenlijk een weg hebt gevonden om die grote bedrijven te pijn te doen eigenlijk. Hè? Ja, en die hedge funds worden nu allemaal ook gedekt door elkaar. Door dat elite groepje, zou ik maar zeggen. En de verwachting is wel dat er een paar zeg maar om gaan vallen. Leuk. En al die mensen in die Reddit-groep, die hebben dus vooral via één of twee bepaalde apps, beleggings-apps, hebben ze dat gedaan. En toen dit aan de gang was, gisteren geloof ik, of eergisteren,
Maar toen het aan de gang was, hebben die apps dus gezegd, nee, ho, stop, je mag niet meer beleggen in die paar bedrijven. Wat helemaal niet logisch is of kan, maar die zijn ook weer, die hebben ook weer een telefoontje gehad uit hogere kringen. Ja, maar mag iemand bepalen dan waar je in investeert met aandelen? Of... Als je gewoon een app bent, dan kun je dat denk ik wel gewoon zeggen van, we doen even niks meer daarin. Want er zijn er genoeg wegen. Ja, ik weet niet of dat juridisch allemaal mag. Volgens mij heeft de beurs zelf ook gezegd op een gegeven moment, dat kan niet meer. Maar die aandelen gaan allemaal door het dak. En iedereen is in paniek. Dat is wel leuk. En toen dacht ik ook van, dat hebben al die dingen met elkaar gemeen. Dus je hebt die Capitoolrellen, Museumpleinprotesten en nu de beurs. Dat zijn allemaal aanvallen eigenlijk op de boven ons gestelde, die zichzelf boven ons gesteld hebben. Dus dus ja, dat is wel leuk. Dus er gebeurt op dit moment zoveel. Het is niet bij te houden. Ik bedoel, ik maak dan één keer in de week zo'n overzichtje met nieuws. En ja, dan je hoort wel veel dezelfde dingen ook. Maar als je aangeeft van, nou, ik wil wel een divers overzicht, dan is er zoveel te vinden. En dat maakt het ook heel interessant natuurlijk, want je raakt niet uitgesproken. Dus er gebeuren hele interessante dingen deze tijd. En waar kijk je dan naar om het samen te stellen? Welke bronnen? Ik ga eerst met iemand in gesprek en dan daarna ga ik kijken van kan ik misschien daar nog een artikel bij vinden waar het over gaat. Dus ik ben niet per se bezig om nieuws te maken. Ik laat gewoon mensen aan het woord die verslag geven op straat of die een website hebben die over nieuws gaat of in alternatieve media. En dan ga ik daarna zelf daar een kort stukje over maken. Maar dat is verder geen naam. Het is meer dat je steeds kunt laten zien van er is ook ander nieuws. Dat vind ik altijd wel belangrijk, dat je je breed informeert. Dus je hebt nog niks over de knikkershow gedaan? Nee. dat kan nog komen. Ik bedoel, als het zo groot is wat jij zegt, ik bedoel, dan gaat het zeker komen. Oh nee, ik bedoel de John Mol knikkershow. Nee, maar goed. Ook die inauguratie was ook een bijzonder moment. Heb je dat gezien trouwens? Nee, dat heb ik helemaal gemist. Ik heb het wel gezien. Bewust gemist. Maar, ja, snap ik. Ik heb het aangezet op een livestream, want ik was toch heel benieuwd van, ja, wat ga ik dan eigenlijk aantreffen? Want er is natuurlijk heel veel over gespeculeerd. En ik had zelf ook zoiets van, nou, dat is wel een dag dat misschien wel iets kan gebeuren of zo. Omdat er gewoon heel veel over gezegd is. Kijk, ik ben natuurlijk niet, ik ben geen iemand die iets fanatiek volgt of zo. Ik ben geen volger van een QAnon of zoiets dergelijks. Dat doe ik niet. Maar ik zie wel mensen op mijn tijdlijn die dat over tweeten of over posten. En dan denk ik van, goh, oké, jullie zeggen allemaal dat er wat gaat gebeuren. En nou, dan ga ik er eens even voor zitten. Ik bedoel, why not? Ik bedoel, weet je, het is niet zo dat ik... Hè? Maar, en dan ga je ervoor zitten en dan gebeurt er gewoon niks. Ik was eigenlijk wel een beetje teleurgesteld in Berlijn. Ik had echt verwacht van, nou, dat is gewoon vuurwerk, weet je. Maar, ja, maar die zijn ook een beetje in paniek nou, hè. Want alles komt maar niet uit. En nee. Ze schrijven het maar naar voren toe van, ja, nee, maar dat is hierom en daarom of weet ik veel. Ja, maar dan gaan ze het zelf indekken, want dan, ja, het is zo'n ingewikkeld spel. En het gaat over zoveel radertjes. Ja, ook wel begrijpelijk dat er niet zoveel gebeurd is, hè. Misschien hebben ze het alweer uitgesteld. Kijk, het kan natuurlijk wel. Hè? Ik zeg niet dat het ons is, maar ja, weet je, het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen gewoon graag ergens naar uit willen kijken, dat er een verandering komt. Maar ja, de grootste verandering moet je natuurlijk in jezelf zoeken. Maar goed, daar wil ik eerder over gehad. Maar ik denk dat we zitten gewoon echt in een spirituele crisis op dit moment. Ja, nou ja, die Q-mensen, ja, ik zie dat altijd gewoon als een beetje als subcultuur. In de jaren 90 hadden we de gabbers. Ja, serieus, hè? En nu hebben we die... Ja, dat is gewoon weer een clubje waar je bij kan horen. En waar je met mensen kan discussiëren. En, ik denk wel dat... Kijk, ik denk niet dat het helemaal onzin is. Dat denk ik niet. Maar ik denk...
Ze nemen ook wel heel veel. Ik ben er ook helemaal niet in thuis. Maar ze nemen wel dingen die ook wel echt gebeuren en zo. Nou ja, zeker. Dat was toen wanneer was het? 6 januari. De bestorming van het Capitool. Dat was toen ook al heel bekend bij die groepen. Dat er iets zou gaan gebeuren. Dus ze zeiden ook zo van, stay safe en probeer dan. Want ze wisten wel dat er rellen zouden gebeuren. Nou, dan ben je toch wel ergens. Die informatie die heb je dan wel ergens opgevangen. Dus het is niet helemaal. Nee, het is niet helemaal onzin. Nee, maar ik heb ook wel eens een filmpje gezien. Dan heeft Trump een speech gegeven of zo. Dan staat hij daar op het podiumpje. En dan doet hij een soort. Hij wijst iemand aan. Maar hij maakt eerst een cirkeltje in de lucht. En dan wijst hij iemand aan. En dat lijkt vanuit een bepaalde hoek. Lijkt dat net alsof hij een Q in de lucht schrijft. En toen dacht ik ook van, ja, het is allemaal wel iets te ver gezocht. Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik zie dan wel eens van die tweets en dan zeggen ze, ja, heb je het gezien? En dan zie je de reacties eronder. Er was een speech en daarachter zag je 17 Amerikaanse vlaggen. En 17 schijnt dan de 17e letter van het alfabet te zijn, dat is dan Q. Maar... Ja goed, het zou kunnen, ik weet het niet. Ik zie het dan voorbij komen van, ja oké, het zal wel. Ik ga het niet onderzoeken, daar ben ik wel weer te lui voor. Maar, Ja, ik ook. Over energie gesproken, had jij deze week nog energieproblemen? Ik ga voor mezelf beginnen. Ik ben gaan stoppen met mijn loondienst. Okay. Verband. En ik merk dat ik, als ben je eigenlijk al bezig als ondernemer. En ik merk dat ik nu al, omdat ik dat naast mijn werk moet doen, dat wel veel energie kost. Dus ik merk wel dat, dat je een beetje minder energie hebt dan op zo'n dag. Maar vooral dat. Maar ik heb de laatste dagen ook wel weer best wel veel energie gevoeld bij mijn voeten, bij mijn benen. Als ik dan in bed lig, dan voel ik daar gewoon echt soms zulke grote. Ik heb al eens eerder gezegd, van die slieren die dan langs je voeten, langs je benen gaan. Die energiestromingen die dan van onder naar boven gaan. Dat voel ik dan wel, dus dat gebeurt echt wel wat. Maar dus van beide kanten, zeker bij activiteit. Is dat een soort van antwoord? Nou, het is een antwoord. Het is een antwoord. Nee, ik zat meer te denken aan afgelopen dinsdag. Omdat ik werd heel duizelig wakker. Ik dacht, dit is ook weer raar, iets heel raars. Wat nou gebeurt. Ik heb dat af en toe, dat ik heel duizelig wakker word. 1 keer per jaar, zo ongeveer. Maar dat is nooit, het ligt nooit ergens aan. Dus dat moet iets spiritueels zijn, denk ik. En ik sprak ook weer iemand die ook zoiets had. Op dinsdag. Dus dat was de 26e. Maar ik dacht, jij misschien ook. Nou, wat me wel opviel, een tijdje terug werd ik bij de hoofdpijn wakker. Dat was op een woensdagochtend. Toen las ik ook van meerdere mensen op Twitter dat ze ook allemaal hoofdpijn hadden. Kijk, moet je ook niet gelijk allemaal dingen achter gaan zoeken. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er wel op grote schaal iets gaande is. Wat wij niet zo snel zouden bevatten, of niet zo snel zouden willen verklaren, maar dat meerdere mensen dan bepaalde frequentie daar wel wat van meekrijgen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Het is altijd een beetje raden wat dat dan moet zijn. Maar, ja. Maar goed, dat is een observatie. Ik bedoel, ik zit niet zo goed in die onderwerpen dat ik dat kan onderbouwen, maar ik sluit het niet uit. Nee, maar is het misschien wat jij had het daar ooit eens een keer over, dat het met vlagen komt. Dus je hebt een soort bewustwordingsvlagen. Die targeten, zeg maar, bepaalde groepen mensen. Ja. Die voelen het. Ja. En dan zijn ze weer een beetje in de matrix geüpgrade of zo. Ja, nee, precies, van een soort van golfbeweging. En dan... Je kunt daar, zeg maar, ik probeer dat een beetje in verklaarbare taal te vertellen, maar bijvoorbeeld om een paar,
Ja, god, hoe ga ik dat uitleggen? Er zijn meerdere golven, zeg maar. En heel veel mensen die gaan op een soort golf mee. En dat gaat dan periodes na periodes. En ja, dat, zo zie ik het een beetje. Maar het universum is natuurlijk ook opgebouwd, wiskundig gezien. Hè? Is het natuurlijk ook een prachtig concept met hoe de aarde eruit ziet en de afmetingen. Dat is natuurlijk wel op zo'n manier vormgegeven dat van buitenaf, als dat iets toenadert, dat het dan ook zijn effect heeft. Dus de Egyptenaren waren er ook al heel erg bewust van dat alles wiskunde is en dat ze zo die piramides hebben ze ook gebouwd. Dus ik geloof daar wel in, op die manier. Een soort golven die dan door de ruimte en dan eigenlijk overal doorheen gaan ook nog. Juist, ja. juist ook. Exact. Zelfs door onze lage frequentie, onze drie-dimensionale situatie waar we nu in zitten, dan pikken we er wat van mee. Ja. Oké. Okay. Ja, er viel mij nog iets op afgelopen week. Okay. Ik liep langs een bushokje. Ik zag daar een groot billboard aan vast. Van Coca-Cola. En dat was een soort, ik weet niet precies, je kan je naam weer op een blikje krijgen of zo. Ze hadden een nieuwe actie, zoiets was het. Maar daaronder, onder die advertentie, stond een hashtag. En die hashtag was, volgens mij was de hashtag Open It Better. Toen dacht ik, heb je verdorie dat woord weer, wat we overal horen. Ja. En toen dacht ik, ja, Coca-Cola, ja, toeval, ja. Coca-Cola is ook een van de, je hebt iets van 10, 11 bedrijven op de wereld. Die hebben bijna alles in handen, met allemaal hun subbedrijfjes, submerkjes en zo. En Coca-Cola is daar één van. Dus ik wil niet te veel in de conspiracy gaan. Maar ik vond het zo'n slechte slogan, dat ik dacht, ja, dat klopt iets niet. Je doet een beetje op dat build back better verhaal. Ja, dat build back better bullshit. Mumbo jumbo. Is het natuurlijk wel een duidelijke strategie. Dat kun je gewoon zien. Nou, volgens mij is het nu zelfs, sinds ook ongeveer een week pas, is het een beetje tot de mainstream doorgedrongen. Dat inderdaad overal gezegd wordt. En jij vroeg volgens mij 2 weken geleden of ik Rutte al had gezien, want hij had dat ook gezegd. Ja. En dat filmpje heb ik inderdaad gezien, maar dat was al oud. Dat was al een half jaar oud of zo. Dat kon je zien omdat het raam stond open. En dan zag je gewoon blad in de bomen. Dus dat is niet van deze week. Nee. Nee. Dus dat is ook wel heel grappig. Als je goed kijkt naar de setting en het moment, dan kun je vaak wel verraden ze zichzelf een beetje in waar ze mee bezig zijn. Ja, maar dat wou ik jou nog vragen, want dat snap ik dus echt niet. Ja. Stel je doet mee met dat plan, dat grotere plan, waar elke regeringsleider blijkbaar achter staat en actief aan meedoet. Waarom maken al die regeringsleiders dan zo'n filmpje? Waarin ze steeds maar die term gebruiken. Waarom? Nou ja, ik denk dat de kracht van de herhaling daarin zit. Dat hebben ze natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook toegepast, hè? Op grote schaal. Dat je steeds maar dezelfde boodschap verkondigt. Dat het in de hoofden van mensen gaat leven. En dat is mijn invulling, hoor. Dat het gewoon heel goed werkt. En ja, als je dan ook nog een... kijk, dit is natuurlijk gewoon een persoonlijke boodschap met iemand op een video. Maar als je dat dan gaat breed uitgelegd krijgt in de loop van de tijd, dan gaan mensen daar ook in geloven. Dan zien ze wat echt bedoeld wordt. Dus ik denk echt wel dat het zo ingezet wordt. Ja. Oké. Ja, ik dacht van, ja, misschien doen ze het omdat ze dan laten blijken aan de grote baas dat ze meedoen of zo. Ja, nou goed, kijk, het zijn gewoon orders van bovenaf, denk ik. Ik bedoel, net zoals dat je in een bedrijf hebt van de directeur die zegt dat de schoonmakers van het bedrijf die moeten ook gewoon hun werk doen en alles wat erboven zit ook. En het is gewoon een soort stroom naar beneden. Het is gewoon je werk. Klaar.
Ja. Ik heb een lezing ook doorgetweet van Alexander Bard. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat is een leuke lezing. En dat is ook wel een grappig mannetje. Hij komt uit Zweden. Hij is een van de zangers van Army of Lovers. Oh. En hij is een aantal jaar al mee gestopt, geloof ik. Maar hij is helemaal in futurisme en... interessant. Ook het doorzien van hoe de maatschappij in elkaar zit en zo. Mm-hmm. Maar hij zegt inderdaad van ja, alles wat wij hier dan in het Westen hebben opgebouwd, dat is allemaal vanuit een piramidevorm. Dus het is altijd een klein topje waar er één of een paar mannetjes alle macht hebben. Ja. En de rest moet onderdrukt worden of aangestuurd worden. Maar het is altijd, het is in de politiek, maar het is ook op school, het is in het bedrijfsleven, het is overal. Het is overal die piramidevorm. Ja. En hij had wel een mooi punt, want hij zei van ja, die piramidevorm gaat er nu aan, die is er nu aan het gaan door het internet. Dus door het internet, hij maakte uit zo'n... Zo'n flip flap over. Ja. Waarin hij even tekende. Oké, piramide weg. Maar iedereen, dus dat is 7, 8 miljard mensen. Het zijn allemaal stipjes. En die staan allemaal op één lijn. En die hebben allemaal een kanaaltje. Ja. Die vinden elkaar allemaal zichzelf eigenlijk het belangrijkst. Dus die zenden van kijk mij eens belangrijk zijn. En we staan allemaal op één lijn. En hij zei van de grote strijd die nu komt, is de strijd om het algoritme. Hmm. Dus het algoritme zou eigenlijk moeten gaan. Zo van, oké, wat vind je interessant en wat vind je belangrijk en hoe vaak ga je naar die website toe en alles. Maar dat wordt helemaal distorted door enerzijds geld. Dus door spam, door advertenties, mensen die hoger in de ranking komen omdat ze daarvoor betalen. En aan de andere kant door politiek, door ideologie, wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. En hij zegt van ja, daar gaat straks de grote strijd om, dat er een algoritme komt die eigenlijk gewoon op een natuurlijke manier werkt eigenlijk. Oké. Dus, die niet per se sturend is waar de informatie naartoe moet en waar niet? Nee, nee. En hij had er ook nog een nieuwe term voor. Dat was antagony. Okay. Niet antagonism, dat bestaat al, maar antagony, waardoor je... ik weet niet precies hoe hij het nou uitlegde, precies. Hoe dat dan zou moeten werken. Maar dat je in ieder geval ook dingen krijgt die je beeld. Hoe zeg je dat? Dat je niet in een bubbel komt. Ah ja. En als je gewoon kan discussiëren met andere mensen, met andere meningen. Mm-hmm. Daar word je zelf slimmer van. Maar je wordt wel uitgedaagd. En dat is de antagony. Wil ik even op aanhaken, want dat is wel een interessant onderwerp. Want ik heb er ook wel veel gesprekken over gehad de laatste tijd. Van, hoe ga je nou een gesprek aan met iemand die totaal aan de andere kant van het palet zit. Met een bepaald vraagstuk. Hè? Want wat ik bij mezelf merk is, stel je voor, ik spreek de buurman. En ik zeg, nou, goh, wat vind jij van het hele corona-verhaal of noem wat, hè? En dan zegt hij, het is wel een ernstig virus. Nou, als ik dat te hoor, dan weet ik dat ik niet moet beginnen over Bill Gates.
was ik ook niet van plan trouwens hoor. Maar dan weet je waar je in moet stappen, weet je wel. Dat soort van, dat voel je gewoon aan. Dat is echt gevoel. Dat je voelt van oké, dan moet ik dit ongeveer zeggen. En dan moet ik het ongeveer zo vertellen dat we toch wel naast elkaar gewoon kunnen wonen. En dat we geen problemen hebben. Weet je. Maar dat is dus iets wat je niet kan aanleren. Dat moet je voelen. Dat vond ik dus wel interessant. Dat kan ik dus heel goed, hè. Dat is ik zeg niet snel dat ik ergens goed in ben, maar dat kan ik dus heel goed. En dan kan ik heel goed de woorden kiezen die er dan bij passen, zodat het goed te doen blijft. Maar verloochen je je eigen mening dan niet? Want dan, je laat de ander een beetje in de waan dat jij er net zo over denkt. Nou, ik voeg er wel aan toe van... Ik durf wel te zeggen van dat is veel meer aan de hand. Maar ik ga dan niet verder van wat. Want, en als je dan vraagt wat, dan zeg ik van dan kun jij. Dan kan ik je even wat informatie toesturen via de mail. En dan mag je er zelf even naar gaan kijken. Ik ga dat niet met argumenten meer aan. Ik heb dat zo vaak geprobeerd, dat werkt gewoon niet. Nee. En ik heb het dus wel geprobeerd bij een kennis. En ik zeg van, ik stuur het naar je toe. En een week of drie later kwam hij naar me toe. Ik zeg, dat is toch wel iets anders dan dat ik dacht. Ik zeg, kijk, hier. Maar goed, dit is, ik denk dat als mensen informatie tot zich nemen als ze helemaal alleen zijn. In plaats van dat je iemand zit te bestoken of dat er iemand anders bij zit. Want dat heeft toch invloed. Maar goed, dat is mijn visie erop. Maar... Ja, nee, zeker. Ja, ik vind ook niet dat je... in gesprek moet gaan met iemand die er 180 graden anders over denkt. Want dat. Waarom zou je dat doen? Ja. Nou ja, het zou mooi zijn als je naar het tot elkaar kan komen. Maar de verschillen zijn nu zo groot. Mensen schieten zo snel in emotie. En dan denk ik van zeker als je... Het hangt natuurlijk een beetje van de situatie af. Kijk, als je erop uit bent en dit wordt gefilmd of zo. Of het is een interview op tv. En dan is het entertainment. Maar ja, goed, ik zou er zelf niet aan meedoen. Maar ik denk dat er heel veel mensen heel graag op tv willen en dat willen gaan vertellen. Maar ja, het is net in welke race je zit. Hè? Choose your battles, zeggen ze ook wel eens. Hè? Van, waar wil je het verschil maken? Ja, ja. Ik had met mijn buurman, maar dat is een half jaar geleden of zo. En ik vroeg hem, ik weet niet meer waarom ik het vroeg. Maar ik zei van, ben je een beetje van de complotten of niet? toen zei hij, nee, maar jij wel, hè? Jij wel, hè? Hij zag het aan je baard, denk ik. Nee, we hadden het al een keer eerder over dingen gehad. Over de geldschieters van de WHO. Oh ja, ja. Dus dan word je meteen... In dat hokje gedouwd. Maar ja, hij zei het ook op een leuke manier. Dat het ook niet erg is of zo. Nee. Ja, nee, het is maar goed. Het zijn wel grappige dingen van deze tijd. Hè? Want als je terugkijkt naar een jaar geleden. Een jaar geleden voordat die crisis er was. Niemand had kunnen voorspellen dat we een jaar later allemaal met mondkapjes op zouden lopen. Als je dat tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen, geloof ik niet. Dus zover krijg je mensen niet. Het is al gebeurd. Ja, en we hebben de avondklok. Ook sinds een week. Hoe ervaar jij dat, Berlijn? Veel op Twitter kijken wat er nu weer uitgesproken wordt na 9 uur 's avonds. Ja. Voor mij persoonlijk. Wat ik wel merkte. En dat is het verneukeratieve aan die avondklok namelijk. Dat je denkt van, ik heb gewoon zin om even gewoon naar buiten te gaan. Mm-hmm. En dat je dan toch in je hoofd een gedachtetje komt dan erin van, ja, maar mag dat wel op dit tijdstip? En dat is ook gewoon als het licht is, 's middags of zo, komt die gedachte ook van, mag dat eigenlijk wel? Wat zijn de regels ook alweer? En je wordt zo geconditioneerd voor zoiets simpels als naar buiten gaan, van mag dat eigenlijk wel? Ja. Dus dat merkte ik wel bij mezelf, dat ik dacht van, hé, wacht eens even, dit is niet goed. Nee.
Ik las ook op. Ik heb een aflevering gezien van Sven Hulleman. Heb je wel eens naar gekeken? Ja. Ik ben er nu een beetje vanaf. Maar dat kan ook zo weer anders worden. Maar... Ja, het is een hele mooie uitzending. En dat ging ook over die avondklok. En daarin deed hij gewoon even een soort boodschap naar hoe hij ernaar kijkt. En dan haalde het Stockholm-syndroom erbij. Omdat hij in zijn uitleg is het zo dat veel mensen nu lijden aan het Stockholm-syndroom. Omdat ze de leiders zo aanbidden. En daar eigenlijk heel veel respect en eerbied toch voor hebben. Omdat ze toch ons zo goed door die coronacrisis heen leiden. En zijn advies was uiteindelijk van... als je nou nog steeds niet goed door hebt wat er nou eigenlijk gebeurt op grote schaal... misschien is het dan maar goed dat we die avondklok naar 3:30 'smiddags doen. Gewoon zodat mensen meer gaan voelen van... hey, dit is wel heel raar. 3:30 al. Hè, dan kan ik helemaal niks meer doen. Dan kunnen de kindertjes niet meer naar de voetbal. En dat mensen weer naar buiten gaan, dat ze met elkaar gaan praten. Want ja, hier merken de meeste mensen niet zoveel van, denk ik. Nee, maar ik merk wel dat er meer tegenstand komt steeds. Steeds meer. Ja, maar ik denk, maar dit willen ze, Marlijn. Ze willen dit. Ze willen tegenstand. Ze willen een tegenstander. We zijn nog steeds geen tegenstander. Als je geen tegenstander hebt, kun je maar niet. Zou dat het zijn? Tuurlijk. En als je tegenstander hebt, dan uiteindelijk komen de mensen er niet uit. Nou, dat is fantastisch. Want dan kan de politiek daar weer over beslissen. En die gaat het oplossen voor je. Einde verhaal. Ja, maar je hebt nu tegenstand tegen de politiek. Ik zie steeds meer mensen die zeggen van ja, die avondklok. Helpt dat eigenlijk ook maar iets? Er komen steeds meer vraagtekens bij. En ja, misschien moet je hem nog iets vervroegen. Dat er nog meer mensen na gaan denken. Maar... Ja, ik denk dat we zelf in de kaart spelen. Tenminste, als je het hebt over verzet. En als ik dan bij die verzetmensen zou horen. Dan zou je zeggen, van voor mij spelen we onszelf in de kaart als bevolking. Ik denk dat we slimmer moeten zijn. Oh ja, ja, nee, dat zeg ik ook al een tijdje. Speel het spel slimmer. Demonstreren. Ja, je weet hoe het gaat. Je hangt een paar borden omhoog. En na een paar uur komen, of misschien al binnen een uur komt de ME. En die veeg je van het terrein af. Nou, fantastisch. Ja. Geluid je winst. Daarom vond ik die shorts in Amerika zo mooi. Omdat het raakt ze gewoon precies. Ja, precies. Wat pijn doet. En een beetje ergens op een grasveldje gaan staan met een spandoek. Dat doet helemaal geen, dat doet niemand pijn. Kijk, dat is het punt. Als je niet één samenleving bent. Want jij natuurlijk ben je wel één samenleving. Maar je bent niet één... je bent niet verenigd. Als je verenigd zou zijn, dan zou je kunnen zeggen, oké, jullie zeggen dat wij naar binnen moeten blijven vanaf 9:00. Dan gaan we vandaag even een heel lang niet werken. Wat zeg je? We gaan de hele week niet werken. Nee, we gaan de hele maand niet werken. Zo. Maar dat doen ze niet. Nee, ze gaan gewoon keurig naar het werk. Ja, dat is het. Dat durven ze niet. Nee, dat durven ze niet. Dat is ook een beetje Nederlands, denk ik. Ja. En we zijn natuurlijk niet verenigd, hè? Dus iedereen denkt er zo anders over. En dat maakt ook dat je kwetsbaar bent. Ja. Maar goed. Ja, dus, maar het is wel interessant om te kijken hoe je eigenlijk bespeeld wordt. Ik weet niet hoe de Fransen het doen, want die zijn natuurlijk wat meer bedreven in protesten. Maar... Ja. Ik hoor heel weinig, maar misschien ook omdat ik het niet opzoek. Maar over wat er in onze buurlanden gebeurt allemaal. Want die schijnen allemaal al een avondklok te hebben. Dus, ja. Weet je goed, iets van wat daar gebeurt? Nee, weet ik niet. Want wat ik wel als oplossing zie is... Dat komt toch een beetje dicht bij mijn project van de nieuwe tijd... In plaats van tegen ageren kun je ook zeggen van we maken gewoon een keuze en we gaan gewoon naast de samenleving die er is gewoon een eigen samenleving opbouwen. Want de bedoeling dat die paria's die jij en ik allebei zijn namelijk, die moeten er toch uit. Wij moeten eruit. Dus waarom dan niet gewoon zeggen van oké, dan gaan we wel, maar dan gaan we het wel op onze eigen manier doen. Moeten wij eruit? Is dat het idee?
Ja, tuurlijk. Maar dat vind ik dan ook zo raar van die vaccinaties en zo. Want degene die je eruit wil hebben, die willen nou per definitie geen vaccinatie juist. Dus, nee, maar kijk, dit geeft. Daar blijf je dus mee zitten. Ja. Ja. Nou, nog even, hoe bedoel je dat dan precies? Want degene die er niet uit wil, die, wat zei je nou net? Ik snap het niet helemaal. Nou, als je van dat plan uitgaat, van we willen eigenlijk de wereldbevolking willen we verminderen. Ja. Dat hoort bij dat hele plan. Mm-hmm. Degene die... hoe kun je dat een beetje subtiel brengen? De mensen waar je vanaf wil, ja. Die, ja, dat zijn de outcasts en de mensen die niet meedoen en de critici. Ja. Maar die krijg je niet zo makkelijk weg. Want als je ze weg kan krijgen met een vaccinatie bijvoorbeeld. Oh, je bedoelt weg. Die nemen ze niet. Nee, maar ik bedoel meer van uit het, niet dat je overlijdt, maar meer dat je zegt van we gaan gewoon op onze eigen manier verder, maar dan een straatje verder en dan zonder een supermarkt, maar dan gewoon met een groentetuin. Zoiets. Ja. Dus misschien zonder internet voor een tijdje. Ja, want dat is het speeltje van de elite, internet. Ja, ja. Dus ja. Ja, ik zie dat. Ik weet nog niet helemaal hoe dat nou in de praktijk allemaal moet. Want iedereen moet natuurlijk onder dat nieuwe systeem vallen. Ja. You will own nothing and you'll be happy. Je kan net zo goed zeggen, it's going to be communism and you'll be happy. You'll be happy in communism. Ja. En geholpen met technologie. Dus ik noem het altijd techno-communisme, wat eraan komt. Dat is het ook, ja. Exact. En daar is denk ik helemaal geen ruimte voor iemand met een groentetuintje. Nee, dat is ook zo. Maar dus jij denkt, dus alsnog, ook al zouden heel veel mensen die keuze maken, wat ik net opper, dat ze dan alsnog een manier gaan vinden om die alsnog te verwijderen, zeg maar. Ja, want dan, dat zie je in Amsterdam. Wat was het ook weer? Waren ook tuintjes, geloof ik, hè? Van die volkstuintjes. Oké. Okay. Die opeens, dat was geloof ik 1.000, 2.000 euro per jaar om zo'n tuintje te hebben. Oké. Okay. En dat werd toen door Amsterdam werd dat even verhoogd naar, ik geloof, 17.000 euro. Zo. Per jaar. Zoiets absurds was het. Van, ja, we hebben het heel lang niet verhoogd, dus nu moet het allemaal in één keer. zodat niemand dat meer kan betalen. Dus zo, ja, dat is een manier om mensen uit die tuintjes te krijgen natuurlijk. Ja, oké, ja. En Amsterdam zit altijd al te azen op nieuwe grond, waar ze dan kunnen bouwen. Ja. Ja. Dus het is toch, het is allemaal nog niet afgelopen, dit nee. Recht. Nee, ik voorspel nogal veel vuurwerk van hier en daar, her en der. En het zou ook leuk zijn dat als er de verkiezingen komen, ik vind het ook wel weer vermakelijk om te kijken hoe... Ja, hoe dat dan gaat, weet je wel. Het is leuk vermaak. Vorige keer zei je nog van als er verkiezingen komen, inderdaad. Ja. Ja, goed. Ik ben natuurlijk wel voor de democratie. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ik hoor ook wel zo her en der wat signalen. Dus het zal me niet verbazen als het ook uitgesteld wordt. Wat weet jij daarvan eigenlijk? Of weet je er niks van? Nee, ik weet er niks van. Oké. Okay. Ik stem sowieso niet. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Nee. Ik denk ook niet dat de uitslag iets uitmaakt. Volgens mij dat het in ons eerste gesprek volgens mij over. Het maakt allemaal niet uit.
Ook al wordt Baudet de groot, het maakt allemaal niet uit. Nee. Het gaat gewoon op dezelfde voet verder. Het enige dat ik denk van ja, er komt wel iets in die financiële wereld volgende maand waarschijnlijk. Dat is ook lange tijd voorspeld, hè? Dat het rond februari, begin februari, dat het dan wel wat gaat knallen op een of andere manier. En dat zal dan ook wel weer een great opportunity zijn voor. Ja, hoor je hem? Ja, alles is een great opportunity. Ja. Zodat we weer naar een nieuwe, betere wereld kunnen. Volgens een select groepje. Maar ja, het is allemaal toevallig gewijs natuurlijk. Hè? Je hebt natuurlijk een heel virus wat zo die economie kapot maakt. En dan opeens dan de hele markt zakt in elkaar. En verdorie zeg. Nou, dan moeten we misschien maar van een nood een deugd maken. Hoe zeggen ze dat? Hè? Huppakee. Nou ja, als er weer zoiets als in 2008 gebeurt. Met een soort tweede bankencrisis. Ja. Misschien gaat het dan heel snel. Misschien jassen ze zo gewoon, we doen alles, al het geld digitaal. En iedereen krijgt basisinkomen. En dat basisinkomen, dat krijg je ook niet zomaar. Dan moet je dan aan een bepaalde regeltjes moet je dan voldoen natuurlijk. Ja. Dat zou heel snel kunnen gaan. Ja, dat wordt ook al voorspeld dat we naar gewoon één digitale munt gaan dit jaar. Ja. Dus, we gaan het zien. Ja, we zijn natuurlijk visionairs op vrijdag. We hebben nog niet eens verteld hè, dat we visionairs zijn. Maar ik volg hem volledig, hoe jij ernaar kijkt. Dus misschien wat eenzijdig van onze kant ook. Misschien moeten we wat meer naar andere alternatieven zoeken die ook zouden kunnen. Ja. Naar Mars bijvoorbeeld. Naar Mars? Ja. Ik heb niet zoveel met Mars. Zou jij daarheen willen? Nou, het lijkt me wel een avontuur om naar een andere planeet te gaan. En in dit menselijk lichaam, weet je. Dus dat lijkt me wel heel, heel, heel tof. Alleen, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat nog zou kunnen in mijn leven. Maar nee, ze hebben toch die Marsreis hebben ze toch al gepland. En dan ja, maar dat moet eens allemaal goed gaan natuurlijk. Het moet allemaal goed gaan. Maar dat zijn dan mensen die hebben zich. Die blijven daar ook. Dus dit is een enkele reis. Oh ja, dat is waar ook. Ja, dat klopt. Ja. En ik weet niet wat ze dan gaan. Ja, ze gaan dan in zo'n bubbel moeten ze dan gaan leven waarschijnlijk. Ja, misschien voor een weekendje. Als het voor een weekendje kan, dan wil ik wel even kijken op Mars hoe dat is daar. Maar Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wat over gezegd hebben. Hè, dat er al lang mensen op andere planeten zijn voor missies en bepaalde opdrachten. Dus dat is niet nieuw. Alleen dat is natuurlijk niet officieel bevestigd. Ik denk niet dat de mensen die daar voor uitkomen dat doen om aandacht te krijgen of om bekend te worden. Nee, dat, als ik die mensen zo zie, zoals bijvoorbeeld een Corey Good, misschien dat je hem wel eens gezien hebt op YouTube. Dat lijkt me wel, ik heb het idee dat dat wel een betrouwbaar iemand is en die niet zomaar indianenverhalen verkondigt. Het is allemaal zo gedetailleerd en onderlegd en vaak met wetenschappers ook die daar wat van weten. Michael Sella is bijvoorbeeld ook iemand waar hij veel mee in contact is. Ja, ik vind het heel interessant te volgen. Ik denk echt dat het wel gebeurt. Het is, ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar ik denk, weet je, er gebeurt. Ja, ik denk echt wel dat ze dat doen inmiddels. Oké. Zover ben ik nog niet. Maar er is ook nog een hele andere manier van zoiets benaderen. En dat is dat je inderdaad niet met je eigen lichaam daar bent. Oh ja, ja. Maar dat remote je viewing. Met? Remote viewing bedoel jij? Remote viewing, ja. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk vanuit een soort hypnotische stand, zeg maar, daarheen gaat, daar wezens ontmoet, daar een beetje discussieert, hoe zullen we het hier eens gaan doen? Ik ben nog steeds in Dolores Cannon bezig, nog steeds het tweede boek trouwens. Leuk zeg.
Ja, ik heb heel veel presentaties gezien van haar op YouTube. Inmiddels al een paar jaar geleden. Maar het is, zij is natuurlijk nu overleden. Maar ze is een hele inspirerende dame met heel veel kennis. En ja, ook als je dat dan zo hoort van al die starseeds die hier nu zouden zijn. Waar ze het ook vaak over heeft. Dan is dat natuurlijk een fantastische kans om ook een mooiere planeet van te maken. Veel liefdevoller. Ja, en ze zegt ook van, tenminste wat zij dan via weer iemand doorkrijgt, van aliens, zeg maar. Mm-hmm. Die zeggen van, ja, dit houden we nog even achter, dat mag je nog niet in een boek opschrijven, want dat is nog te veel, dat is te veel voor de massa om te bevatten, dus we houden dat nog even achter. Okay. Je krijgt vanzelf een seintje als je het wel op mag schrijven. Maar het gaat nu wel de diepte in dat je denkt van, oké, hoe moet ik hier ooit, want het ging over parallele dimensies, ja. Parallele werelden. Dus ze zeggen van, ja, er zijn dus, nou ja, ontelbaar werelden. Ja. En die verschillen niet zoveel van elkaar. Sommige wel heel veel. En andere bijna niets. Dus je hebt gewoon deze wereld van waar we nu zitten. Ja. En je hebt een aparte wereld die precies hetzelfde is. Behalve dan één zandkorreltje in de Sahara ligt anders. Uh-huh. Dat is wel heel weinig verschil. Dat is wel heel weinig verschil. En elke beslissing die je maakt, daarbij splitst de wereld. En die andere wereld, die heeft dan een andere beslissing die je hebt genomen. Ah, dat is het verhaal dat je, want dat herinner ik me nu ook wel weer. Kijk, je gaat natuurlijk, je incarneert in een bepaalde dimensie. En je maakt allemaal keuzes, hè? Dus je maakt keuzes om bijvoorbeeld een opleiding te gaan doen. En dan ga je bijvoorbeeld naar school. En na school ga je aan het werk. En vervolgens. Elke keuze heeft dus een consequentie voor wat erna komt. Maar dat betekent dus ook dat de keuze die je niet maakt, die leeft ook voort. En dat is ook op zich een realiteit die bestaat. Dus dat is wel gek om te beseffen. Dat alle dingen die je doet, is iets. Maar alles wat je niet doet, is dus ook iets. Maar dat blijft dus wel bestaan. Dus dat is wel fascinerend natuurlijk. En het is nog gekker. Want die verschillende dimensies, die overlappen elkaar dus ook heel vaak. Oké. Maar hoe dan? Hoe? Ja, hoe kunnen ze overlappen? Geen idee. Moeilijke vraag. Moeilijke. Geen idee. Maar ze overlappen elkaar. Waardoor je dus, als je over straat loopt, kun je zo die andere dimensie inlopen en weer eruit. Ja. Ja, maar ik heb wel in mijn spirituele ontwaken de afgelopen jaren ook wel andere dimensies kunnen waarnemen, dan zie je dus, je ziet dus letterlijk iets verschijnen en dat gaat weer weg. Dan heb je het over entiteiten, dus die komen dan even hierin en dan gaan ze er ook weer uit. Ah, ja. Dus dat kon ik gewoon met het blote oog zien. En ik heb heel erg het vermoeden wat ik gezien heb destijds, dat was artificieel. En waarom ik dat denk, dat ga ik even vertellen. Want ik zat op een gegeven moment zat ik in de kamer waar ik nu zit. En dan zat ik zat bij het raam. En dan bij het raam hebben wij het kastje staan voor de wifi. En ik zat op de bank naast het kastje. En die witte entiteit die kwam naar mij toe. En dat ging hier zo heel erg trillen. En ging langs me heen richting het kastje. Ik herinner me dat de laatste tijd weer. En ik dacht, hey, ja, frek. Dat heeft te maken met het feit dat het misschien daar vandaan komt. Of misschien daar makkelijker weg kan gaan. Omdat het artificieel is. Maar goed, dat is een aanname. Dat weet ik niet zeker. Maar dat zou me zo eens kunnen. Ja, of het is... of hij zocht een bepaalde frequentie. Om een of andere reden. Om weg te komen of wat dan ook. En dat wifi-kastje, dat had die bepaalde frequentie toevallig. Ja, en dat hij bij mij langs ging, zo. Ja. Maar ja, hoe groot was het? Hoe groot was het? Het was, ja. Of was het een bolletje?
Nee, het was wel iets. Het was een. Oh jeetje, hoe zag het ook weer uit? Het was heel erg een soort slechte graphic. Het was wit, het trilde heel erg zo. En het zat bij mijn hart. En het was. Het had wel een bepaalde vorm. Het was wel, ik dacht eerst, dacht dat het een soort spinachtig, of een soort insectoid-achtig iets was. Zo'n vorm had, zo'n spinachtig iets. En dat zat zo eventjes en dat ging ook gelijk weer weg. Het was echt, 10 seconden. En ik weet nog heel goed dat op het moment dat het mij naderde, want ik zat gewoon rustig op de bank, zat ik heel stil. En naderde mij. En toen op een gegeven moment ging het dus trillen. En toen dacht ik van, hé, dit klopt niet. Maar ik had heel erg de neiging om te gaan slaan, want ik wilde dat van me afslaan. Nee, dat zit bij mijn hart, dat is niet goed. Maar vervolgens, vlak voordat ik dat wilde doen, herpakte ik mezelf en bleef ik gewoon stil zitten. En keek ik ernaar en toen ging het gewoon weg. Heel, heel apart. Want ik kon dus echt in een split second kon ik beslissen, want ik ga niks doen. Weet je wel, dat je denkt van, nee, toch niet. Heel, heel bijzonder. Ik denk dat het gewoon een of andere infiltrant was. Die wilde gewoon even buurten of zo. Of, geen idee. Maar je had er geen bepaald gevoel bij of zo? Nee. 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 Was het daar te licht of te doorzichtig voor? Of, Het was wel doorzichtig een beetje. Wit doorzichtig. Ja. Oké. Ja. Maar je kon niet invoelen wat hij nou precies wou. Of dat hij heel nieuwsgierig was. Dat denk ik wel. Dat gevoel, dat had ik wel een beetje. Hij was gewoon aan het observeren. En ook heel specifiek bij mijn hart. Dus blijkbaar wel. Kijk, er zijn verschillende plekken op je lichaam. Die hebben natuurlijk een hogere frequentie. Dat is iets speciaals. Denk aan je pijnappelklier. Denk aan je keelchakra. Je zonnevlecht. Je hart. En dat is je hart is denk ik wel het meest krachtige orgaan wat je hebt. Niet per se om je lichaam biologisch zeg maar te laten functioneren, maar ook energetisch. En dat is, ik denk dat het energetisch nog veel krachtiger is dan dat we zelf doorhebben. Hmm. Goed, ja, dat is mijn eigen. Ja, het is misschien ook dat hij dacht van, ik ga even kijken wat dit is. Mm. En toen kreeg jij hem in de gaten en dat had hij niet verwacht. Want normaal kan hij gewoon, met Jan en allemaal, die hebben toch niks door. Ja, nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ja. Maar het was een beetje onverklaarbaar, want ik zat gewoon een beetje aan het raam te staren. En ik was niet in meditatie of zo. Ik zat gewoon ja, zoals nu eigenlijk. In rust, ja. Grappig. Maar heb jij nog wat soort ervaringen gehad dan de laatste tijd? Oh, nee, die heb ik niet zo vaak. Behalve heel duizelig wakker worden. Als ik daar dan nog, ook nog iets bij kon zien of zo, dan was het misschien nog leuk. Maar... Ja. Nee, wel dat je een beetje zo wiebelig in je lichaam zit. Dus je voelt echt wel van, oké, ik zit er gewoon niet helemaal in. Ja. En als ik te heftige bewegingen maak, dan lijkt het alsof ik een beetje zo uitval bijna. Mm-hmm. Maar dat is het enige. Heb je ook wel eens het gevoel dat als je bijvoorbeeld een trap oploopt, dat je het idee hebt dat je heel licht loopt? Hoe moet ik het uitleggen? Dat je hebt ook wel eens dat je, als je een trap oploopt, dan voel je echt alles in je lichaam en voel je heel zwaar. Maar dat je dan meer je energielichaam voelt dan je biologische lichaam, zeg maar. Niet zozeer op de trap, maar ik had het vandaag wel, toen ik naar buiten ging, dat ik dacht van, ik loop gewoon niet helemaal gegrond. Ik zweef er een beetje boven. Mm-hmm, ja. En dat is heel vervelend. Ja. Want daar, je voelt je ook een soort van kwetsbaar daardoor. Omdat je gewoon, ja, je zit er gewoon niet goed in. Voel je daardoor kwetsbaar? Ja, ja. Ja. Hoe kan dat dan?
Je zweeft zo een beetje mee met je lichaam. Maar je hebt ook wel helemaal gewoon volledige controle in principe over je lichaam. Ik bedoel, het is niet dat ik mijn voeten niet meer voelde of zo. Het is wel een gevoel dat je, er hoeft maar een beetje in wind te staan en ik val bijna om. Ik heb ook maar gewoon. Wat ik wel probeer nu, en wat ik ook wel geloof, is als je hardop om zeg maar hulp vraagt. Dus aan je hogere zelf of over je of aan je guides die je om je heen hebt. Ja. Om te zeggen van jongens. Help eens om wat meer de grond in te komen. En iets hardop zeggen is volgens mij wel veel beter dan gewoon dat denken. Je guides aanroepen in gedachten. Want dat is toch een beetje... Denk je? Dat is minder sterk volgens mij. Ik denk dat het per persoon kan verschillen. Want ik kan het beter in mijn hoofd zeggen. Omdat ik dan ook op een of andere manier... Omdat ik toch, ik ben met innerlijk werk bezig. En als ik met innerlijk werk bezig ben, dan voel ik me dan ook weer verbonden met die innerlijke wereld. En als ik dat dan ook benoem met de geest, zeg maar. Dan voelt dat voor mij juist wel weer krachtiger. Okay. Goed, dat is dan weer. Ik denk dat het een persoonlijk dingetje kan zijn. Maar misschien dat het voor jou op die manier wel weer goed werkt. Dat zou kunnen. Nou, het is denk ik ook dat mijn gedachten altijd alle kanten op gaan. Ja? Maar dat is ook weer een soort, dat is ook gewoon verbeelding. Dus ik ben redelijk sterk in gewoon visualiseren van dingen. Ik kan het heel goed voor me zien, maar daardoor kan ik ook moeilijk blijven hangen ergens in. Mm. Dus ik heb het ook meegemaakt toen ik, je kan ook jezelf een beetje regressie jezelf ja, regressen. Dat heb ik ook gedaan een keer. Dat is nu misschien wat te kort tijd voor, maar laten we de volgende keer even over gaan praten, want daar okay, heb ik ook ervaring mee. Maar daar heb je dat probleem ook. Dat je dus de dingen je gaat voorstellen en dan denk je van, bedenk ik dit nou? Of is dit een oude herinnering van toen ik heel klein was? En dat je dat toch die verbeelding er steeds doorheen komt. Ja, ja, maar dat is niet zomaar, hoor. Dat is niet zomaar toevallig. Dat is echt wel, dat zit wel in jouw in jouw DNA zit, zeg maar, wat je meedraagt, zit het wel opgesloten. Ja, nee, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Maar ik maak er heel snel een spannende film van, zou ik maar zeggen. Het is niet helemaal de bedoeling van een heel traumatisch moment toen je heel klein was. Daar moet je eigenlijk bij blijven. Daar moet je goed op gefocust blijven. Ja. Maar dat wil ik nou bij deze wel even voorstellen. Dat we volgende week even over agressie verder gaan. Want daar heb ik ook wel ervaring mee. Dat ik dat middels een geleide meditatie zeg maar heb onderzocht. En dat er toch wel wat interessante dingen naar voren kwamen. Die ik niet had verwacht. Okay. We moeten het ook nog hebben over wat jij vorige week zei. Over het opvoeden van kinderen of hoe gaan we dat doen met school? Ja. Maar ja. Dat kunnen we ook bewaren. Laten we even een weekje overslaan. Dat is misschien beter, want daar is nu te weinig tijd voor, denk ik. Ja. Nou, we hebben twee kijkers. Oh, kijk, gezellig. Als jullie iets willen vragen of zeggen of doen, nu doen. Want anders stoppen we ermee. En dan deze livestream wordt unlisted. En dan wordt die morgen of overmorgen opnieuw geüpload. Oké. En dan wordt het helemaal leuke roze en paars om ons heen. Oh, gezellig. Heb je niet gezien vorige keer? Vorige keer wel gedaan. Ik heb hem gezien, ja zeker. Ja. Okay. Ja. Niels, plug jezelf.
Plug mezelf. Voor de wat ik aan het doen ben met het nieuwe tijd, bedoel jij? Wat je maar wil. Ik ben podcaster en ik ben bezig met toekomstdingen. En ik wil heel graag naar een mooie nieuwe tijd toe. En zo heet mijn podcast ook. En ik zou iedereen aanbevelen die een beetje benul wil hebben van wat er nu aan de hand is in de wereld. En die naar een mooie toekomst wil, om naar mijn pagina te gaan. blikopdemaatschappij.nl. En daar staan hele leuke dingen op. Oké, heb je nog leuke gasten gehad afgelopen weken? Ja, ik heb nou vorige week zaterdag een video gemaakt met Else van Hamelen. En zij heeft heel lang in de academische wereld gewerkt. Ze heeft 2 titels in de academische wereld. En zij is nu transitieconsultant. En dat is ze geworden omdat ze niet meer mee kon in het verhaal van de life science waar ze voorheen in werkte in het buitenland. Wat precies de transitie? Ja, dat was voor haar een transitie. En zij wil nou met mensen in gesprek over de transities die er zijn. En dat is vooral het doorgronden van het geopolitieke spel. En de grote systemen die er zijn wereldwijd. Zodat mensen iets meer begrip krijgen van wat er eigenlijk gaande is. Geen spirituele transities of zo? Ook. Ja. Okay. Dus een hele interessante gast. Dus dat was een leuk gesprekje. Dus dat komt binnen een weekje online. Oké. Ik zie geen vraag in de chat. Dus stoppen ermee. Wellicht volgende week. Wellicht volgende week. We hebben, we hebben 200% meer kijkers dan vorige week. Of 2 weken geleden. Dus, top. We gaan vooruit. Zo is het. Abonneer je nog even op dit kanaal en op jouw kanaal. Is dat Nieuwe Tijd Podcast? Heet dat exact. Zo? Exact, ja. Okay. MerlijnVanDommen.nl, ook nog leuk. Staat niet zo heel veel op. Maar... Oh ja, Patreon. Ben jij al op Patreon te vinden? Nog niet, maar misschien binnenkort petje, hoor dat ook weer. Petje af? Petje af heb ik wel, ja. Oké. Nou, dan zijn we er door. Helemaal goed. Dank voor je tijd en tot snel. Tot snel. Toen ik vorige keer end broadcast klikte, was jij meteen ook helemaal weg? Of was dat per ongeluk? Ja, dat was denk ik per ongeluk. Oké, dus ik weet niet wat er nu gebeurt, maar als we elkaar niet meer zien, tot over 2 weken. Sowieso. Sowieso. Bye bye. Doei.